Welkom in Noordwest-Europa, het dichtstbevolkte stuk Europa. Hier wonen 45 miljoen mensen in het gebied genaamd de Eurodelta. De behoefte ligt hier om een internationaal OV-netwerk te creëren wat grensoverschrijdend aan elkaar aansluit om gebieden beter aan elkaar te verbinden, op regionaal niveau en daarbuiten. De keuze van mobiliteit is op dit moment echter voor afstanden van 150 tot 300 kilometer circa 90% voor de auto en slechts voor minder dan 5% de trein. Voor afstanden van 300 tot 600 kilometer is de keuze voor auto's zo'n 70% en de keuze voor de trein minder dan 10%. Wat we nu echter zien is dat de grote knooppunten, de ringwegen rond de steden, altijd vastlopen rond de spits. Kijkend naar gebieden als Antwerpen, Brussel, de Randstad en de steden in het Ruhrgebied. Dit geeft enorme reistijdvertraging, vooral heel veel stress en verkeersongevallen. Factoren die niet gelden voor het reizen met de trein. Als we vervolgens kijken naar hoe het OV-stelsel op dit moment geregeld is, zal je zien dat de 8 treinverbindingen aan de oost- en zuidzijde van Nederland niet goed met elkaar verbonden zijn. Dit terwijl deze grensoverschrijdende aansluitingen veel potentie hebben om met name het treinnetwerk van Midden- en Oost-Nederland aan te laten sluiten op het grote Duitse netwerk om steden zoals Hamburg, Hannover, Dortmund, Düsseldorf en Frankfurt veel beter bereikbaar te maken. Een voorbeeld van deze slechte aansluiting is Venlo-Düsseldorf, waar slechts 1 keer per uur een trein tussen deze stations rijdt. Terwijl Düsseldorf een van de grootste entrees is naar het uitgebreide Duitse treinennetwerk. Nou, ik ben hier op Düsseldorf en dan zie je eigenlijk dat je, als je de grensoverschrijdende verbinding verbetert van Venlo naar Düsseldorf, dat je hier op 4 verschillende netwerken kan komen. Niet alleen het U-baan, gewoon van de stad, dat je snel op alle werkgelegenheid van de stad bent, maar je bent ook in één keer op het S-baan systeem van Duisburg, Essen, Gladbach. Dus dat betekent dat je ook het hele Ruhrgebied Noord-Rijn-Westfalen doorheen kan. Dan heb je nog een keer het hele ICE-systeem van de Deutsche Bahn. Dus dan kan je naar München, Nürnberg, weet ik wat. En de laatste stap is dat je met het internationale netwerk hier verder kan naar Basel, naar Berlijn, naar Parijs. Dus het geeft je toegang tot zoveel werkgelegenheid. Maar Düsseldorf verlaten, dat vond ik zelf heel grappig, want dan knal ik even snel op internet en wil ik even iets laten zien. Hier en hier zit tussen mijn vingers zit Venlo, Düsseldorf. Maar mijn hele punt is dus dat je hier het regionale verkeersplan ziet. Dus hier zie je hoeveel toegang je krijgt binnen echt heel weinig tijd tot Essen, tot Duisburg, Oberhausen, dus tot het hele netwerk op het moment dat je aangesloten bent hier. Zelfs het vluchthaven van Düsseldorf is de derde grootste vluchthaven van Duitsland. Dus wat ik heel interessant vind is dat je hier het gecombineerde S-baan systeem plus de lokale en regionale IC's ten opzichte van nog de IC's die echt ver weg gaan in Duitsland. Dat kan je eigenlijk, het klinkt even heel stom, maar het beste zien bij dit stuk. Maar dan zie je dat Noord-Rijn-Westfalen, waar wij dus allemaal zaken mee doen, hoeveel werkgelegenheden je dan vanuit Venlo en dus Eindhoven, Venlo, Düsseldorf, maar ook Heerlen op Aken eigenlijk toegankelijk maakt als je dus ziet wat je aan werkgelegenheid dan kan bereiken in dit systeem. Thank you.
De capaciteit van het wegennetwerk in de Eurodelta is inmiddels vol. Het spoornetwerk echter heeft potentie om te groeien. Daarom pleiten wij voor een beter spoornetwerk over onze grenzen heen, waardoor de Nederlandse treinreizigers beter kan aansluiten op het uitgebreide treinennetwerk van Duitsland. Om daar te werken, recreëren en verblijven. Maar ook gebruikmakend van het zorgstelsel van Duitsland. Daarnaast geeft het een enorme impuls voor Duitse treinreizigers om te werken, recreëren en verblijven binnen Nederland. Wil je nog meer van dit soort type video's zien? Klik dan hier of klik daar. Veel plezier!